Тебя мне, чувак. Nee, hij werkt gewoon zo. Die film. Maar op die Leppie werkt hij niet. Oh, kijk, dat is zo gaaf. Ja, nou, ik kom het zo. Niemand meer, man. Die is niet leeg. Nee. Voor Laat ik dan de challenge afdoen. Ja, dat is gewoon spaat gewoon echt aan de bullshit. Dus ik ga dan de ogen van een ding van praten van Bulgaarse. Nee toch, maar dat gaat als ja, we waren ook Bulgaarse aan praten. Het is eigenlijk wel zo praten. Nee, dat zijn andere guys. Ik bedoel gewoon zo'n, echt zo'n oude, gewoon een beetje kanker Nederlandse chat. Ja. Dus ze gingen gewoon, ze zaten laat domme opmerkingen te maken. Echt zo van die kanker domme jokes, zo van dat die Stuart best zo langs komt en dat zij zo gaan zeggen van oh, dan sla je die ook bij hoedjes arm. En dat het echt zo'n wat, sla je ook hem aan? Ja, weet je, of even niet anders, man. En dan weet ik wel, ze gaan allemaal raar van die jokes die zegt van moeilijk te catchen zijn, toch? Maar aan het eind dan gingen ze gewoon kankerhard zo van wat... Je weet toch? En ik hoorde die chat gewoon door mijn oortje heen de hele tijd, toch? Dit is een gek en die achterste flip. Dat is wel een van die flippers. Ja, dat is gewoon. Oh, dat is. Wow. Wat is dat? Dat is een Kia. Dat is een Kia Air. Een German Wings. Air naar Fiat. Een German Wings? I don't trust those guys. Ik had een paar keer dat van ja, enge shit. Ja, maar die German Wings was lijp, bro. Dat was gebeurd. Ik heb ook geen studie. Zo'n co-piloot, en hij was gewoon suicidaal. Hij heeft gewoon die DNA op een bear. Was dat die? Ja. Ik deze jet. Was dat German Wings? Ja. Die guy van de lood heeft het toch gezegd. Die is sowieso van die fake show. Deze wel. Ja? Ja, die ook. Nou, die vond ik niet per se. Maar die, dat zou wel kunnen. Dat dit gewoon van, ja, dit is van een persoon. Kijk, maar die motoren zijn dan ook van. Ja, man, 100% van een persoon. Maar weet je waarom die dingen erop zitten en natuurlijk dingen gewoon van hen gebruikt? Ja, dat is ook goed te hebben, dat is gewoon een rijk persoon. Meestal dat de regering erger is dan de situatie. Ja, dat is toch ook in Polen is dat heel erg het geval. In Polen haat de regering. Nou, nee hoor. Maar voor mij
ze zijn gewoon gebrainwashed door die pitsporten. Veel mensen haten die. Parijs is hetzelfde verhaal, maar die Corvus is allemaal hetzelfde verhaal. En Brazilië is ook hetzelfde verhaal, maar allemaal kill. Brazilië is nog erger, want dat zijn gewoon allemaal white. Dat zijn allemaal white people die in een fucking Indianenland zijn gekomen. En dan heb je nu een fucking chappie die zegt: de Indianen zijn niks, zijn we even weg. Maar dat gewoon fucking zelf op de migranten staat. Dat is toch raar? Dat is toch. Wat voor Braziliaanse values verdedigen die chappie? Wat dikke soa's en het geld wegdrukken ofzo. Dat geld wegdrukken, dat doen ze daar allemaal, dat doen ze daar allemaal bro. En de ene die nu komt is nog erger dan de ander. Die zegt, oh ja, nou, vorige president, nou niet. Ik had zoveel geld gehad, ik ga ook nakken, maar niet zoveel, snap je? En dan uiteindelijk, weet ik wel, de max is dan nog meer roepen. Kijk, als je weet wat met die Petrobras is gebeurd, hè. Met die Dilma Rousseff ofzo, weet je, van geld zijn we gaan nakken, niet meer nakken. Honderden miljoenen hebben ze gedaan. Miljarden misschien wel. Dat is allemaal geld van de staatsbegeving. Dat is wel gewoon. Dat is alsof. Weet ik wel. Dat is alsof Rutte. Dat is alsof Rutte. Gewoon de helft van de bijna alle winst van Holland Casino in zijn eigen zak gaat steken. Maar waarom haten mensen er Rutte? Had jij ook Rutte? Nou, kill. Het is gewoon. Ik ben het gewoon. Niet eens met de meeste dingen waar hij naar streeft, maar ja. Maar ik vind het niet zo dat ik die bijs zoek. Hij is dat maar getrokken. Want nu in het zin met politiek is dat altijd degene die er is. Er is altijd wel een, zeg maar, een soort ding. Er zijn altijd wel mensen die weer en afgeven wat ze in het einde te beginnen. Ja, ik bedoel, nee toch? Dus waarom niet even, je hebt het zien wat mensen gewoon. Ik ben er niet van.